Oh, Erik staat op. Ja. Op mute. Nu staat hij op mute. Maar hij staat een beetje met zijn met veel tegenlicht van achteren. Dus je kan beter. Ja, Erik, zijn microfoon staat uit, zie ik. Onze internetconnectie is onstabiel. Ja, hij komt vanzelf wel. Hoe bevalt dat in Alsmeer, Gerrit? Ja, het begint al te komen en mijn huisje steeds mooier, steeds meer inrichten. Ja, alleen het zwembad is dicht, hè? Dat is even wat minder. Ja, dat is minder, ja. Ja. Nou ja, dat zal voorlopig nog wel even duren ook, denk ik. Ja, maar ik heb vandaag nog even gefietst met mijn trainer. Oh ja, en wie is je trainer? Dick. Oh, Dick, ja, tuurlijk, ja. Leuk, man. Even appelgebak met slagroom in haren zuilen. Leuk, man. Leuk. Is hij nog steeds zo fanatiek? Nou, Dickie kan goed fietsen, hoor. Ah, hij is nog maar 71, hè. Dus, Ach, een licht leeftijdsverschil. Ja, nee, maar die doet heel goed mee. Dat is echt, hij was vandaag op de racefiets, ik was op de vakantiefiets. Maar ik moest flink trappen om hem bij te kunnen houden. Dus nee, gaat netjes. Nou, kijk, vol blijven houden natuurlijk. Ja, zeker, ja. Hé, hey, Silke, jij woont nu samen, hoor ik dat, van Corné? Ja. Ja. Echt met Mart. Je ziet het, ze zitten samen op de bank, toch? Ja. Trap je er al het huis uit, Mart, of niet? Nee, prima zo. Oh wel. Nou, Mart-Jan vindt het allemaal prima. Als er maar voor gekookt wordt en als er maar gestreken wordt en gewassen wordt. Ja, wassen doe ik wel, maar het koken meestal niet. Een eigen huisje ook, of tweeën? Wat zei je? Een eigen appartementje of één van jullie appartementen? Nee, het is, want, ja, het is een, we huren het. Het is een, wel voor ons tweeën. Dus, Dus je hebt een ander appartement heb je opgezegd? Ja, mijn kamer heb ik opgezegd. En Mart woont ook niet meer in Delft, dus we wonen nu echt samen in Utrecht. Oh, leuk, leuk hoor. Jeetje. We worden gezamenlijk gesteld. Hey, Pieter, goedenavond. Ik hoor iemand anders. Ik hoor Victor, denk ik. Werkelijk onvoorstelbaar. Dag, meneer Pieter. Hey, dat is niet Victor, dat is Olga. Nee, dat is Olga. Ik hoor je wel, Vic, maar ik zie je niet. Klopt dat? Nee, ja, dat klopt. Zoom wil toegang tot camera. Weiger. Ja, kijk eens. Oh, nu kom je in beeld. Het is wel donker, maar je zit in de auto, denk ik. Ja, we zitten in de auto. Dus Oh ja. Steek je nou je middelvinger op? Je moet je bek houden, Pieter. Ja, we zitten in de auto. Ja, sorry. Okay. Gefeliciteerd, Richard. Ja, dankjewel. Dankjewel. Welkom tot de club. Welkom bij de club. Ja, goed. Voor een aantal duurt het nog een aantal jaren. Maar helaas, bij mij is het nu zover. Daar kan je niks meer over zeggen, Pieter. Gewoon 60 jaar. Hop het op. Hoppatee. Ja, ik zeg altijd, we zijn op 2/3 deel. We hebben nog een derde te gaan. Gemiddeld. 9. Ja, vind ik wel een goed uitgangspunt eigenlijk. Ja, mensen worden tegenwoordig steeds ouder, dus wie weet, misschien zijn we wel pas op de helft. Ja, weet jij veel? Nog 30 jaar meer. 120, dat is wel 120. Nou ja, je weet wel over de helft. Wanneer ben jij geboren? In 60? Ik ben van 60 en ik ben vandaag 60. Dus ja, dat is. Ja, dus 120, dat wordt dan 2080. Zo, de bal is een eind weg, hoor. Hè? Ja. Ja. Kan je nu niet voorstellen, hè? Kan je nu niet voorstellen. Nee. Ja, leuk, man. En bedankt voor jullie sokken, hè, trouwens. De sokken. Ja, er stond er niet de voorwaarde bij dat je ze wel vaak moet draaien. Nee, dat stond er niet bij, maar dit stond er wel op. Nou, dat kunnen ze niet heel erg doen. Eeuwig jong. 60 jaar, eeuwig jong. Die heb je verzonden, Pieter. Dat is eeuwig jong. Nee, je hebt hem zelf opgestuurd. Ja. Remy, Alex en Wil ook gefeliciteerd, hè? Ja, dankjewel, hè? Helemaal goed. We moeten hem gaan verzorgen, hè? We moeten hem gaan verzorgen. Kijk, we hebben hem een Pornstar Martini gegeven. Oh, lekker. Ja, waar krijgt die borrel? Ja, hij is 60, dus hij mag nu. Een Pornstar Martini. Ik had er nog nooit van gehoord. Maar de naam zegt al genoeg. Helemaal goed, joh. Helemaal goed. Leuk, hoor. Nee, normaal had ik het inderdaad op een hele andere manier gevierd. Hadden we lekker iedereen uitgenodigd. En lekker catering geregeld en alles. Middags en 's avonds.
Maar ja, op dit moment wil dat niet helemaal lukken natuurlijk. Ja, jammer. Het mag niet zo zijn. Ja, we gaan uit nood maar naar de benzinepomp. Uit nood naar de benzinepomp. Ja, nou ja, je weet niet anders, hè. Kan toch? Volgend jaar doen we het gewoon dunnetjes over, jongens. Dat is geen probleem. Nou, doen we het over. Dat dunnetjes, dat laten we natuurlijk wel weer repeaten. Dat snap je toch wel. Dunnetjes over. Niks dunnetjes over. We doen het over. Oké, nou prima dan. Ook goed. Ja, toch? Goeie tekst. Er zijn er meer die volgend jaar 60 worden. 60. Ik zie al Gerrit en Wil en even kijken. Oh nee, Lisette nog niet, hè? Volgens mij. Nee, dat duurt nog even. Nee. Nog 2 jaar, toch? Ja. En Erik wordt volgend jaar 60. Dat klopt. Ja, Erik, nee. Dit is Bina. Ja, dit is Gerrit. Oh, Silke heeft hem ook. Collega, dat is het is één grote kip nu, geloof ik. Hoe gaat het, Erik? Gaat goed? Ja, gaat goed, Richard. Dankjewel. Ja, gefeliciteerd. Dankjewel, man. Het ziet er gezellig uit bij jullie. Zeg, Erik. Het ziet er gezellig uit bij jullie. Het is hier ook gezellig. We hebben vanavond het vergeten. Wij zouden normaal naar een restaurant gaan zien. Nou, we hebben het nu lekker laten bezorgen thuis. Was leuk. Hartstikke goed. Mooi. Was lekker. Zal het er nog eens zitten? Skiën volgend jaar? Skiën? Ja. Gaat wel goed hoor. Maar ja. Wat denk jij? Oh, nee. Hey, Bianca. Hey, Marcel. Goedenavond. Hey, gefeliciteerd. Dankjewel. Proost, hè. Ja, ik heb een pornstar martini gekregen. Oh, nee. Nou, dat drink ik ook door een week. Op je 60ste ben je kennelijk gebombardeerd tot porno-ster. Nou ja, Nee, Martino is alleen maar voor de 60-jarige. Oh, oké, nou dat duurt bij jou nog wel even. Hè? Ja, heel lang. Wat leuk, jongen, zo. Ja, wat gezellig. En ik zie er langzamerhand steeds meer mensen bij komen. Ja, joh, gaan we toch een feest maken? Hey Suzanne, ik zie jou ook inmiddels. Ja. Een beetje vast. Maar geluid niet zeker. Ja hoor, hoor je prima. Oh, toch wel. Oh, zet ik de bron over jullie, maar dat zit er nog mee te luisteren. Gefeliciteerd. Dankjewel, dankjewel. Dankjewel. Bij de stem van mij ook. Ja. Dankjewel. We gaan nu even naar jullie kijken. Hoe zit er de verder? Ik kan er maar 5 zien. Klopt dat? Ja, dat is op je telefoon, denk ik, of niet? Oh, paaltje. Oh. Ja, ik zie een plaatje met druk, hè? Kijk. Ik zie Marcel en Bianca, ik zie Gerrit, ik zie Victor en Olga, ik zie Erik, Suzanne, Erik Jak, Silke, Ben en Marjan. Ik zie in het beeld de iPhone van Ben, maar die heb ik nog niet gezien. Hoor je mij, Ben? Stel, Gerrit heeft zijn microfoon niet aanstaan. De 3 broers, hè? Dus is het oudste. Gerrit heeft hem uitgezet, ja. En dan heb je Marcel, die zat net hier. Zie je een nieuwe auto? Heeft hem ook uitstaan. De broer Marcel, ja. De broer. Hij woont al in Noord-Brabant. Zit je al in je nieuwe huisje nu? Of is dit een andere achtergrond? Nee, maar wel goed nieuws. Ik heb net eens de water aangesloten en gisteren de elektra. Dus het gaat nu wel lukken. Dus ik ga volgend... De week, 2 dagen nog een beetje lopen sjouwen en dan ben ik met de kerst aan. Nou, lekker. Oh, oké, leuk hoor. Ja, ah, mooi. Kom je met de auto nu komen een borrel halen? Ja, is goed. Oh, dat mag natuurlijk niet, nee. Ja, 2 keer naar binnen, ombeurten. Ja, dat is waar, ja. 2 of 3 toch, geloof ik? Of wat is het met oud en nieuw? 2 jaar. Met de kerst 3. Met de kerst 3. Mag je de 3. Ja. Met oud en nieuw ook? Ja. Nee. Volgens mij weten we dat nog niet. Nee, nou ja, joh, maak het uit. Dan doen we het gewoon gezellig. Want wat gaan jullie allemaal doen met kerst en oud en nieuw, jongens? Kerst en oud en nieuw? Allemaal thuis of gaan jullie op pad? Zuipen. Ja, een beetje dan. Hoef je toch niet te rijden. En Fik en Olga, zitten jullie in Noordwijk? Noordwijk? Nee, die hebben Ja, daar zitten we over na te denken. Dat weten we nog niet.
Hetzelfde geldt met kerst. Het is vrij. Er zit nu nog iemand in tot maandag. Dan is het vrij. Dus, we kijken even wat we gaan doen. Nou ja, goed. Dan kan je daar niet... Ja, we zeggen, normaal kan je een prachtig vuurwerk zien natuurlijk op het strand. Maar dat gaat dit jaar ook niks worden. Nee. Nu doe ik mijn ogen dicht. Zie ik ook deze. En dat heb je op jouw leeftijd, hè? Ja. Vaak echt ongelezen. Ik heb het niet hoor. Ga je weer sterretjes zien? Ga je weer sterretjes zien? Okay. Oh ja? Is dat vooraf of daarna? Daarna. Ik zal niet verder in detail treden. Nee. Hey, ik zie Scott ook. Hey Scott, goedenavond. Hoi hoi. Lekker schoolvakantie nu? Ja, ik heb zeker schoolvakantie. 1 week of 2 weken denk ik? 2 weken. Lekker man, heerlijk. Gaat goed? Ja, wel een maand. Nee, ik moet wel regen. Ja. Hey Erik, ga jij nog iets speciaals doen? Het kerst en oud en nieuw of blijf je thuis? Ja, ik ben thuis. Als het allemaal zo blijft, het is heel slecht in het hotel. Ja? Dus voor het eerst weer gewoon normaal. Ik heb het wel. Ik heb het wel. Maar is er helemaal geen gasten dan, of wel? Gasten dan? Nee, heel weinig is het, Richard. In te maken. Altijd via TKW. Ja. Dus allemaal best bijzonder. En een borrel drinken s'avonds aan de bar gaat natuurlijk ook niet. Nee, mag ook niet. Tot 8 uur. Yes. Het is allemaal heel apart, Richard. We moeten er allemaal mee, hè? Als de jongste. Ja, goed. Volgend jaar gaat alles beter worden, jongens. 60 uur. Gauw een prik erin. Ik zie zo jullie. Vanaf januari vaccineren allemaal. En dan vanaf februari allemaal weer volop op vakantie. Dat was in iets. Ja. Hey, ik zie Ben en Ada ook. Ben, je microfoon staat uit. Staat uit. Video. Ben, je moet je microfoon aanzetten. Ja, we hebben Sylvia ook. Boe! Oké. Hey Sil, goedenavond. Hi. Het lukt even niet. Moedig, hè? Maar ik hoor en zie je nu. Gefeliciteerd. Dankjewel. Wil je nog zeggen, Ben? Even kijken of we jou ook horen. Hoi! Ja, met Richard. Ja, nu hoor ik je, Ben. Goedenavond. Hoi, hoi. Welkom in de club, jongen. Van harte gefeliciteerd. Ja, de club wordt steeds groter zo, hè? Met 60-plussers. Hij zal nu weer zo kunnen staan. Nou, ik zei net tegen de andere, Ben. Ik ben op 2/3 deel. We hebben nog een derde. Die nieuwe wijk van de Muiden, de achterkant. Ah, joh. Ik ga naar de Ik kon je niet horen, Ben. Ik zei, ik ga weer richting de 70, de groep van de 70, dus ik verlaat. Ja, dat is de nieuwe club, de club van 70. Oké. Nou, Victor gaat ook wel aardig die kant op. Ik ga eventjes iedereen uitzetten, zodat iedereen even niks kan zeggen. Even kijken, hoor. Ja. Ga je het uitzetten of wat? Ja. Als het goed is, staat nu al jullie microfoon uit. En als je hem wil aanzetten, dan kun je gewoon weer op mute drukken, of unmute, en dan gaat hij weer aan en dan kun je weer praten. Maar nu staan die allemaal even uit. Richard, we hebben bedacht dat het leven heeft jou tegenwoordig toch een klein beetje heel erg moeilijk gemaakt. En je wordt dan toch 60. En je kon dan je verjaardag natuurlijk niet vieren, omdat je eigenlijk maar 2 gasten per gezin mag binnenhalen. En we dachten van, nou, als je 60 wordt, dan kunnen we dat natuurlijk niet voorbij laten gaan. Dus dan hebben jouw jongens en wij hebben bedacht van, nou ja, dan gaan we er toch even wat aan doen. We kregen ook allerlei tips van hoe we dat konden doen. En toen kwamen we op het idee om toch maar iedereen eens even met elkaar te vragen, zo via Zoom. En dat is niet het enige. We hebben ook met z'n allen boodschappen ingestuurd om jou toch een hart onder de riem te steken en ook jou te feliciteren. En of we gewoon iets geks en leuks te doen. Dat gaan we zo meteen afspelen en dan kun je dat mooi bekijken. De opdracht was om het kort maar krachtig te doen. Nou ja, heel veel mensen hebben dat ook kort maar krachtig gedaan. Maar er zijn er ook een aantal bij geweest die hebben zich daar totaal niet aan gehouden. Ik noem geen namen, maar ze zijn meestal kaal, laat ik het zo zeggen. Het is verder niet erg. Ik heb ze gewoon allemaal achter elkaar geplakt en we hebben er wat leuks van gemaakt.
We willen dat nu met jou delen. Het duurt wel 25 minuten. Dus iedereen moet wel even geduld hebben. Het is een film geworden van 25 minuten. En de film heet Richard 60 The Movie. En die ga ik dan nu met jullie delen. Jullie mogen best je geluid aanzetten als je af en toe wil lachen of wat ze wil zeggen. Maar als je te veel herrie maakt, moet je jezelf weer even uitzetten. Omdat je anders natuurlijk niet kan horen wat er in het filmpje wordt gezegd. Ik ga hem nu delen en dan kunnen we eerst 25 minuten dus eventjes naar een filmpje kijken. Een film kijken. Komt hij aan. Even kijken, waar heb ik hem hier? Eerst moet ik share. Even checken of ik het geluid goed heb staan. Ja, nou dan gaat hij, hè? Dan gaat hij beginnen. Komt hij aan. Ja, dit is even het voorspel, dit, hè? Dit is het voorspel. Ja, precies. Yes. Hey, oude man. Gefeliciteerd, hè? 60 jaar.
Ja. Elies, gefeliciteerd met je 60e verjaardag. Dat je 60 bent geworden, je zou het niet zeggen. Je zou willen zeggen dat je 70 bent geworden. Maar in ieder geval van ons van harte gefeliciteerd. En we houden van je. Houden van je. Ja. Daarnaast nog één ding. Ons cadeautje. Dat is niet dit, maar dat krijg je nog. Hey Richard, gefeliciteerd met je 60e verjaardag. Nu gedraag je je niet alleen als oude man, nu ben je er ook echt één. Nog maar een paar jaar en dan kan je van je pensioen gaan genieten. Misschien wel in Bonaire. Ik heb altijd veel bewondering voor hoe je thuis alle ballen hoog houdt. Altijd lekker koken, Remy en Alex in het gareel houden en natuurlijk de zorg voor Wil. Nou, ik hoop dat je ondanks alle maatregelen toch een hele fijne dag hebt. En ik zou zeggen, proost op nog vele jaren. Wat leuk. Ja. Nou, pap, zeg jij eens maar wat. Zeg maar, Richard, gefeliciteerd met je 60e verjaardag. De 50e verjaardag. Met je 60ste verjaardag. En nou jij, mam? Zeg maar gefeliciteerd met je 60ste verjaardag. Gefeliciteerd met je 60ste verjaardag. Maak er een mooie dag van. Ja, maak er een mooie dag van. Nou, zwaai maar even naar Richard. Oh, god. Ja. Hij ziet er nog aardig uit. Ja. Dat je 60 bent geworden, je zou het niet zeggen. Je zou willen zeggen dat je 70 bent geworden. Ja, 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 ja. Oude man, hoor. Ken je hem nog? Ja. Kijk. Hey, oude man. Jezus. Ik heb hem maar even verkleed, zoals jij er over een paar jaar uitziet. Verkleed. Okay. 60, hè? Ja, 60. Heel erg gefeliciteerd met je verjaardag. En nou, we hopen dat er nog 60 bij komen. 60 jaar bij krijgen komen. Nou, ja, dat gaat echt wel gebeuren, hoor. Leuk. Hey Richard, gefeliciteerd met je 60ste verjaardag en proost. Hey oude man. Hij gaat al! Oh, hij gaat al! Ik kan het geknippen. Lang zal je leven, lang zal je leven, in de gloria, in de gloria, in de gloria. Ik verdien, hoera! Ik verdien, hoera! Zo, oh, die ging kapot. Hey! Je zou het niet zeggen. Je zou willen zeggen dat je 70 bent geworden. 60! Hey Richard, gefeliciteerd jongen. 60. Yeah. Waar is dat dan? Geen idee. Hey oude man. Oh, hij doet het. Arjan! Arjan! Gefeliciteerd met je verjaardag. Bye bye. Dat je 60 bent geworden, je zou het niet zeggen. Je zou willen zeggen dat je 70 bent opgekregen. Ja. Hey Richard, man. Nou, zitten we dan in de coronatijd. En dan met een hele goede, dierbare vriend die 60 gaat worden. En we kunnen niet eens lekker je feestje vieren. Wat is dat balen voor je, man. Maar toch een leuk idee dat er mensen zijn die een leuk filmpje gaan maken ter ere van je verjaardag. En dat wij hier ook nog in goede gezondheid op mogen staan.
Wij hopen dat je toch een hele fijne dag zult hebben. En misschien dat je het volgend jaar nog eventjes stilletjes kan vieren. Maar dat zien we wel. Lieve Richard, van harte gefeliciteerd. En een hele fijne dag in goede gezondheid, jongen. Fijne dag, tot ziens. Doei doei. Doei doei. Doei doei. Hey, ja, ik weet hoe het voelt. Ik ga het nog eens ook ervaren. Maar wat hebben we veel beleefd met elkaar in al die jaren. Veel vakanties samen gedaan met de buurtjes. Ik ben begonnen op de hele... De lokale kant en de koelkast die het moest ontgelden. De weekendjes weg en midweekjes school. Wij gaven de ideeën en Daan plande de trip. Helaas kan Ali hier nu niet bij zijn, maar deelt dit met harten. We hebben veel lol en plezier gehad en hopen dit nog. Ja, dat is elkaar gestorven. Ja, dat is natuurlijk. Van harte gefeliciteerd. Ja. Helemaal goed. Gaat het eruit, man? Nee. 60 ben geworden, zou ik niet zeggen. Je zou willen zeggen dat je 70 ben geworden. Kijk, Chris, net. Die foto. Die foto. Die foto. Hij hapert een beetje, Corné. Hapert een beetje. Dat we elkaar nog zouden zien als we 60 worden. Toppie. Ja, vanuit deze plek, het is even niet anders. Wensen wij je aan. Ja, ziet er uit. 60 stelt niks voor, joh. Je bent pas op 2/3, dus ik geniet er nog even lekker van. En proost voor straks. En proost voor straks. Doei. Oké, ik kom niet. Nee? Nee. Ik vond het wel even. Nou, oh, leuk. Opeens te denken dat het alweer 10 jaar geleden is. 10 jaar is. Met z'n allen zijn weg geweest in de sneeuw. De sneeuw. Toen waren we nog met de speedboot weg, met je vader. En jongen. Ja. Wat zeg je? En jullie waren nog ja, jong. Ja, hij was 50 en ik was 30. Ik was 30. En... Word je 60? Word je 60, ja. 40. 40. Ja. Maar ja, de afgelopen jaren is er natuurlijk wel heel veel veranderd. Heel veranderd. En heb ik ook vol bewondering, tot we laatst bij jullie waren, naar je gekeken hoe jullie dat allemaal doen. En ik wens je voor de volgende jaren vooral heel veel wijsheid. Wijsheid. Ik zal niet altijd even makkelijk. Dat is mijn boodschap. En leuk. Je kan nog altijd bellen. We nemen namelijk toch niet op. Een hele fijne verjaardag wensen, want je wordt maar 1 keer 60. Dat 60. Zeker. Maak er wat van met je jongens en je vrouwtje. Zover is dat kan. En nou ja, jammer. Weer een feestje. Want daar zag ik naar uit natuurlijk. Ja. Dat snap je. Even de boel. Kom even lekker natuurlijk. Alles opzuipen. Nee, ja. Nou ja, zoete wijn heb je toch nooit in huis voor mij. Dus dat scheelt. Niet toevallig wel. Nou lieve, een hele fijne dag. Even goed. Een dikke knuffel van ons. En we spreken je snel. Doeg, doeg. Doei. Doeg, doeg. Dat je 60 bent geworden, zou ik niet zeggen. Je zou willen zeggen dat je 70 bent geworden. Richard, je bent verjaardag. Je bent voor je verjaardag. Jemig, je wordt zo oud, Richard. Gefeliciteerd. Ik hoop dat je toch een mooie dag van kan maken. Ook al is het zo'n rare tijd. Ik hoop dat we jou... Ja, ziek, hè? Wat ik mis. Hele fijne verjaardag. Kom. En je ziet er nog steeds goed uit voor zo'n oude man. De George Clooney van Curaçaard, hè? Ja. Lijkt er wel op, hè? Natuurlijk van mij, hartelijk gefeliciteerd met je 60e verjaardag. Ik kon natuurlijk niet achterblijven. Ik ben nu al aardig wat verjaardagen mee mogen maken. En ik hoop dat er nog veel komen gaan. En dan verder. Dat je 60 bent geworden, ik zou het niet zeggen. Je zou willen zeggen dat je 70 bent geworden. Waar is dit dan? Lieve Richard, van harte gefeliciteerd met je 60ste verjaardag. We
Hond. Die hond, ja. Ja. Hond, hond ertussen. Hond dikke poot van Molly en een dikke kus van ons. Gefeliciteerd! Gefeliciteerd! Kleine. Brammetje. Brammetje. Hey Wim. Wim. Hey Wim. Ja. Gaat hij ook kunnen zingen? Mm-hmm. Ja, ik ook niet. Oh, Wimmetje, leuk. Mooi, hè? Ja, je bent 60. 60. En allemaal wel gefeliciteerd. Gefeliciteerd. Fijne dag vandaag. Hier komt Jonker. Ja, Richard, nu hoor je er echt bij, hè? Bij de Club van 60. Van harte gefeliciteerd. En we wensen je een gezellige dag. En ik denk dat... er komt niet zoveel bezoek, maar ik denk dat er genoeg aandacht is voor je verjaardag. En terecht met kaartjes en weet ik wat allemaal. En met deze film natuurlijk. Geniet ervan. En groetjes en tot gauw. Doeg. Tot gauw. Is je oké? Tot gauw. Mm-hmm. Ja, je zou weer eens geworden. Wie is dat dan? Oh, Gerrit. Gerrit. Wat een mooie dag. Wel, dan is het ook alweer 10 jaar geleden volgens mij. Dat we samen daar over het water scheuren en met die landrover op stap gingen en met die trekken. 10 jaar weer. Jongen, jongen, jongen. Wat gaat je ziet er niet uit zo, man. Mag je met pensioen ook nog? Hij mag natuurlijk nog wel even doorwerken. Maar ja, het zou kunnen. Maar... Snorkel. Het is 30 jaar geleden... 2 maanden, toen is het hier allemaal begonnen, toen kwam ik je voor het eerst tegen. Was politiebureau. Ja, daarna gingen we al vrij snel op wintersport. Wintersport? Daar gingen we met z'n allen naartoe. Gave tijd was dat. Langlaufen, skiën, snowboarden. Wat hebben we daar een hoop rol gehad? Flaine, kan ik me ook nog herinneren. Daar, Pictionary, daar hebben we ook nog gedaan met z'n allen. Ja. Gesnurkt, man oh man. Dat was helemaal wat. Ja, leuke wintersport. Oh ja, Steamboat Springs zijn we ook nog heen geweest. Ook ja, helemaal gaaf. Amerika, Denver. Denver. Ja, dat gaat allemaal even wat minder op. Maar, Wat goed, zeg. Ga je wat doen, Gerrit. Herinneren. Duiken. Volgens mij had jij ook zo'n ding op je hoofd, of was je nog een beetje anders? Ja, daar in het zwembad was het geloof ik ergens. Maar ja, ook een mooie tijd. Ik hoop dat je er ook van genoten hebt. Ja, en die muts, ja, die ken je waarschijnlijk ook nog wel. Want jij zat regelmatig achter de tafel. Lag ik in het water, of je zoon lag in het water. En dan wij met een bolletje in en weer gooien. Ja, ook een leuke tijd. Hé, hey, Lisa, maak er weer een mooi jaar van. Geniet ervan. Ga leuke dingen doen samen met de family. En ik hoop dat het ook allemaal goed gaat. En goede tijden. En geniet ervan. En geniet ook van deze mooie dag. Nogmaals, Richard, hartelijk gefeliciteerd. Gefeliciteerd. Hoi. Hey, oude man. Zingen! Yeah! Yeah! Ja, en die kamer is van Victor, hè? Ja, joh. Oh, joh. Hebben we op 65 ja, dat dacht ik al. Helemaal goed. Hey, is het hartig geweest dit, hè? 60 jaar. 60, man. Eigenlijk hebben we al 2 keer... Niet vervrouw. Ja, 60 jaar. Eigenlijk hebben we wel een beetje een dubbel jubileum. Jij 60 en 20 jaar met elkaar naar Gelre. Ja, wel een paar dingen die we even op willen halen. Ik bedoel, we gaan elke keer met een mooie auto. En elke keer wat jij aan het stuur zit, hebben we gezeik. A, of het regent, of we worden van de weg gehaald door de Duitse politie. Ja. Bedankt, hè. Goed geregeld. Nee, Richard. We hebben altijd onwijs gaaf gevonden dat je erbij was. En 1 of 2 keer heb je verstek laten gaan. Dan was je zelf zwaar geblesseerd. Dus
En wij zullen natuurlijk wel een beetje aan op korte vragen bezit. Wordt ik niet zo gillig bij jezelf. Wordt hij in Turkije deed hij een beetje rare dingen. Kon hij niet. En, maar hartelijk gefeliciteerd. We wensen jou natuurlijk een onwijze gave dag. En een heel super nieuw jaar volgend jaar. En dat er maar een hoop rust gaat komen in jouw gezin. En voor de rest zijn we allemaal een beetje klaar met de mobiel. Klopt. Nee, die hand zit een beetje tegen zijn zin in, joh. Kort houden. Dat van Christina. Luc, Liebe. Ah, wat leuk. Ja. Ons cadeautje, dat is niet dit, maar dat krijg je nog. En dat is een keuze. Oh jee. Ah. Mijn voorkeur, dat Remi's voorkeur denk ik ook. Het skydiven uit de vliegtuig. Skydiven. Uit de vliegtuig. Succes met je keuze. Dat ga je doen ook, hè? Maar samen. Ik ga sowieso een duur strook. Nee, dat nou. Ja, dat was hem dan, Richard. Ja, onwijs leuk, jongens. Onwijs leuk. Had ik niet verwacht, dit. Jeetje, Mina, jong. Maar nu moet je alleen nog wel even je keuze maken, hè? Want je jongens die hebben jou voor een keuze gesteld. Kies je nou voor die skydive of kies je nou voor die luchtballon? Die moet je nu maken. Ik neig ernaar om voor het laatste te kiezen, voor die skydive. Ja, heel goed. Ja, ja. Ik heb altijd gezegd van, dat wil ik niet meer doen. Die luchtballon, dat heb ik ooit een keer zelf georganiseerd voor Wil toen ze 40 werd. En toen was het de bedoeling dat ze alleen zou gaan met een groep andere mensen die zich daarvoor op hadden gegeven. En toen we bij die mand stonden voor die ballon, dat was ergens in Amersfoort geloof ik, of Apeldoorn, dat weet ik niet. Toen zei die man van die ballonvaarder, die piloot heet dat geloof ik ook. Die zegt, gaat u zelf niet mee dan? Ik zeg, ja nee, maar ik heb mezelf niet opgegeven. Want je moet daar natuurlijk vooraf voor betalen. Hij zegt, nee hoor, stap ook maar in. Ik denk, nou, dat laat ik niet aan me voorbij gaan. Stap maar in. Dus we hebben toen in een mand van 16 personen, een van de grootste manden die er in Nederland vliegen, heb ik een ballonvaart gedaan. Dat was op zich wel heel mooi. Dus heel ik ga mooi. Voor die laatste, voor dat skydiver. Heel mooi. Hoewel ik liever zelf vlieg, want ik heb een aantal vlieglessen gehad. En ik ben altijd heel erg
angstig om, denk ik, uit het vliegtuig te springen. Maar ik heb van Fik en Hulga best wel goed. Dus ik ga denk ik voor dat skydive. Oké. Okay. Nou, dan krijg je het skydive krijg je dan van je jongens hè, en van Wil. Die, toch, Remy en Alex? Ja, zeker. Ja, oh, ja wordt volmondig juist gezegd. En ja, nu konden wij natuurlijk met z'n allen, de rest kon niet achterblijven. Dus wat we hebben gedaan met de rest, hebben we geld opgehaald. En hebben ervoor gezorgd dat, dat we ook een heleboel geld hebben binnengehaald om voor een aantal mensen in ieder geval ook een ballonvlucht voor jou te regelen. Dus je krijgt ze eigenlijk allebei. Ah, geweldig. Oh, wat leuk, joh. Mooi. Regelen. Oh, dat is leuk. Maar ik vind het dapper dat je woorden hebt. Dat is leuk. Ja, maar als ik voor de ballonvaart had gekozen, dan had ik natuurlijk die skydiver geregeld. Skydiver. Had je sowieso een skydiver aan, ja. Maar, ja, jongens, die wilden heel graag de skydive met jou doen, volgens mij. Dus die zaten volgens mij op de hopen. Iedereen niet in. Nee hoor, dat gaat hem worden. Dat gaat hem zeker worden. Ja. Ja, gaan we zeker. Okay. Dan nog één ander dingetje. Ja, jongens, geef ook nog een ander dingetje. Even kijken hoor, dat zal ik even laten zien. Zal ik dat laten zien, Alex? Ja, dat wordt ook. Hoe werkt het hier, hè, computers? Oh, die is mooi. Ja. Die is gevangen, toch? Voor de foto. Ja, dat had ik inderdaad. Kijk, van de week gezegd tegen de jongens. Ja, lelijke foto. We hebben in de huiskamer nu een hele oude foto hangen op canvas van Remy en Alex, van de jongens. En die is, nou ja, die hebben wij gekregen toen we 25 jaar getrouwd waren. Dus dat is inmiddels ook al 30 jaar geleden. 10 jaar geleden. 10 jaar geleden. Nee. Nou ja, toen we dat feest vieren, in ieder geval 10 jaar geleden. En die hangt nog steeds in de woonkamer, maar de jongens zijn inmiddels 10 jaar ouder geworden. Dus toen had ik laatst opmerking gemaakt tegen Alex van, joh, misschien is het handig dat we die foto een keer vervangen door die leuke foto die we toen voor Pa en Ma gemaakt hebben. En ja, ik vind hem heel mooi. En ik vind het ook wel mooi, zeker nu met Wil erbij. En goed, we weten allemaal hoe de situatie is en hoe die gaat worden. Dus ik denk dat het heel mooi past in de woonkamer. Ja, dat denk ik ook. Nou, dus die zou eigenlijk vandaag afgeleverd moeten zijn, maar dat is allemaal vertraagd, dus het komt allemaal wel later. Nou, top. Heel mooi, jongens. Heel erg bedankt. Onwijs leuk. Nou, het is misschien handig als iedereen zijn geluid even aanzet en dat we even langs als leven met z'n allen zien via... Oh, dat is een lot, nee. Ga jij zingen? Proost. Proost. In plaats van langs als leven zingen. Ze zet hem op. Ja. Lang zal je leven, 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 lang zal je Simone, haal die hond te stil, joh. Ja, dat is die. Oh, hè? Welke hond is het dan? Dan is het Britt, of niet? Dat is toch wel van Marcel en Bianca, denk ik. Ja, we waren even al. Daar waren we. Ze hebben dat allemaal gezien. Malcolm en Spike. Oh. Hey jongens, heel erg leuk. Onwijs bedankt en ik neem een borrel op jullie. Borrel op jullie. Die wil mag, kan naborrelen hier. Maar, Wat zei je, Corné? Iedereen die wil kan naborrelen hier, maar je mag ook zeggen, oké, we houden. Ik neem aan dat je nog wel andere plannen hebt vanavond, Richard. Nee, niet doen. Ja, we hebben nog andere plannen. We gaan de club in. Oké, nou dan gaan we afsluiten, goed? Ja, is goed jongens. Heel erg bedankt. En ik hoop jullie gauw weer een keer te zien. Ja, oké. Okay. Bedankt allemaal, hè. Dankjewel. Doei. 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 Wat moet ik doen? Je hebt me nooit gezoend. Ja, joh.